10 wedstrijden op rij verloor Achilles. De GVV won de laatste 4 wedstrijden, waaronder tegen koploper Katwijk. Maar de eerste mogelijkheid is wel voor Achilles. Dat doorbreekt via Martina. Johan Jansen redt en voorkomt de, nou ja, toch wel verrassende voorsprong van de hekkensluiter. Lahmoudji, de topscorer van GVV. Heeft het vizier nog niet op scherp staan? Ja, misschien is gemakzucht en onderschatting wel de grootste tegenstander van GVV in de wedstrijd tegen die zo geplaagde hekkensluiter. Lahmoudji ziet Mulder gaan. Dat is een prachtige bal van Lahmoudji en Mulder op slag van rust. Met de 1-0 voor GVV. Prachtige bal van Lahmoudji. Bal valt precies achter de defensie van Achilles. En Mulder aarzelt niet. Maar Rooyendijk is kansloos. GVV op voorsprong. Opnieuw Mulder. En? Nou. Dat scheelt ook niet veel. Het was een hele slechte voorzet. Maar een slechte voorzet kan ook een doelpunt worden. Lahmoudji. Frommelt zich er langs. Ter Scheggert, De Leeuw. Kan dat dan nog wat worden voor GVV? Roy Ter Scheggert, de aanvoerder met de kans. En de redding is van doelman Rooyendijk. Grote kans voor GVV om de voorsprong te verdubbelen. En die 1-0 is natuurlijk nog een porseleinen voorsprong. Achilles scoorde vorige week tegen de Treffers ook 2 keer uit het niets. En het zal je maar gebeuren dat dat je punten kost. Brouwer, Simon Brouwer en weer doelman Rooyendijk. En zo blijft het, maar 1-0 voor GVV en mag Achilles blijven hopen op meer. Of wordt het dan toch nog 2-0? Mulder, Brouwer, mooie aanval van GVV, maar Brouwer is rechts, rondt dit af met links en dan krijg je zo'n rolletje. Oliveira en de vingertoppen van Johan Jansen. Die zijn nodig om de 1-0 op het scorebord te houden. De 1-0 voor GVV. De 5e overwinning op rij voor de Veenendalers. De 11e nederlaag op rij voor Achilles 29.